We zijn hier samengekomen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Heer, Gij zijt steeds onze toevlucht geweest voor ieder geslacht opnieuw. Gij zijt van eeuwigheid tot eeuwigheid. Beste mede-christenen, harte welkom bij deze viering van de Eucharistie. De 40 dagen tijd wil een tijd zijn van meer toeleg op het bidden, naast vasten en aalmoezen geven. Het lijkt dan verleidelijk om te denken aan hoeveelheid als extra tijd. Maar eigenlijk zou het moeten gaan om meer eenvoud en intensiteit. Meer met het hart. Meer zoals Jezus bidt. En daarover heeft hij het in het evangelie van vandaag. Hij reikt ons woorden aan voor het gebed. Het woord van God. En we weten dat woord keert nooit vruchteloos terug naar zijn oorsprong, God. Zo zegt Jesaja het, de profeet, ook in de eerste schriftlezing. Bidden met de woorden die Jezus zelf ons aanreikt in het Onze Vader. Mogen we dan ook vertrouwen dat deze woorden krachtig zijn? Geen gebed is zo krachtig dan dit gebed van de Zoon tot de Vader. Misschien door het veel bidden, het dagelijks bidden, dat de woorden ook tot een sleur worden. Maar zien we dan dat deze woorden die de Zoon richt tot de Vader bijzonder zijn, omdat de Heer zelf ons de woorden aanreikt van ons gebed. Daarom is het van belang om bij dit gebed niet zozeer onze eigen gedachten mee te nemen, maar ons te richten puur, ons te richten op de Vader zelf. Hij reikt ons de woorden aan, de Heer Jezus Christus. Het gaat om zijn rijk, om zijn naam, zijn wil, zijn gave en voedsel, zijn vergeving en barmhartigheid, zijn verlossing en bescherming. Het is aanbidding en lofprijzing. Het is overgave aan Hem. Het is smeekgebed. Alles in één. En de kerkvaders zeggen niet voor niets dat alles wat wij zouden kunnen bidden vervat en samengevat is in dit ene gebed. Zo kunnen we van onze Heer Jezus Christus veel leren als we openstaan voor zijn woord, ons laten bezielen met zijn geest. Kracht. Dus waar wij daarbij tekortkomen als mensen van daadwerkelijk geloof, hoop en liefde, bidden we aan het begin van deze Eucharistie om ontferming en vergeving. Zeggen we samen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarop spreek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer ons God. Moog de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. Heer, zie om naar uw volk. Laat ons hart branden van verlangen naar u, nu wij ons lichaam beperkingen opleggen door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. We gaan luisteren naar het woord van God.
De eerste lezing is genomen op de profeet Jesaja. Zo spreekt God de Heer. Zoals de regen en de sneeuw op de hemel vallen en daar pas terugkeren, wanneer ze de aarde hebben gedrenkt, haar hebben bevroed zodat ze groen wordt, wanneer ze het zaad aan de zaaier hebben gegeven en het brood aan de eter. Zo zal het ook gaan met het woord dat komt uit mijn mond. Het keert niet vruchteloos naar mij terug. Het keert pas weer wanneer het mijn wil volbracht heeft en zijn zending heeft vervuld. Zo spreekt de Heer. We gaan verder met antwoord Psalm met refrein. Naar vromen die roepen luistert de Heer en redt hen uit iedere nood. Naar de vromen die roepen luistert de Heer en redt hen uit iedere nood. Verheerlijk de Heer tezamen met mij en laat ons eendrachtig zijn naam vieren, vereren. Ik ging tot de Heer en hij heeft mij verhoord. Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde. Naar vromen die roepen, luister de Heer en red hen uit iedere nood. Verlaat u op hem, dan word je gelukkig, want hij stelt u niet teleur. Die roepen in nood, naar hen luister de Heer en red hen uit hun ellende. Naar vromen die roepen luister de Heer en red hen uit ieder nood. Het oog van de Heer is gericht op de vrome, zijn oor naar hun smeken gekregen. Van boosdoeners keert hij zijn aangezicht af, ze worden op aarde vergeten. Naar vromen die roepen luister de Heer en red hen uit ieder nood. Naar vromen die roepen, luister de Heer en red hen uit ieder nood. De Heer is nabij voor rouwmoedig harten, helpt wie zijn schuld erkent. Naar vromen die roepen, luister de Heer en red hen uit ieder nood. Niet van brood alleen leeft de mens, maar van alles wat uit de mond van God voortkomt. De Heer zal bij u zijn. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: als gij bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want deze menen dat zij door een veelheid van woorden verhoring zullen vinden. Volgt hun voorbeeld dus niet na, want voordat gij hem vraagt, weet uw Vader wat gij nodig hebt. Gij moet daarom zo bidden: onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven hebben aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar behoed ons voor het kwaad. Want als gij aan de mensen hun fouten vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar als gij niet vergeeft aan de mensen, zal ook uw hemelse Vader uw fouten niet vergeven. Woord van de Heer. Mogen we het even in de zonde uitgewist. God, ons je toevlucht,
wil luisteren naar onze gebeden. Om eenheid tussen alle die leerling van Jezus zijn, laat ons bidden. Heer ons God, wij bidden u voor ons. Om vrede in de wereld en zegen over alle militairen op vredesmissie. Laat ons bidden. Heer ons God, wij bidden u voor ons. Om levensvreugde en kracht voor alle ouderen. Laat ons bidden. Heer ons God, wij bidden u voor ons. Om zegen over de intenties van onze jonge gezinnen. Laat ons bidden. Heer ons God, wij bidden u voor ons. Om het eeuwig leven voor alle overledenen. Laat ons bidden. Heer ons God, wij bidden u voor ons. Bidden we in stilte. God Vader, verhoor onze gebeden door Christus onze Heer. Amen. Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand heb ik brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde. Het werk van onze handen maakt het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen.
aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard. Het werk van onze handen maakt het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij van alle eeuwen. Neem alle schuld van ons af, Heer, en maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard mag worden door God, de Almachtige Vader. Almachtige God en Schepper, aanvaard de gaven waarmee Gij ons overvloedig hebt gezegend. Gij hebt ze ons geschonken voor ons onderhoud in het aardse bestaan. Maak ze in uw goedheid dienstbaar voor het eeuwig leven. Door Christus onze Heer. Amen. De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig. Heilige Vader, machtige eeuwige God, oprecht roen aan uw heerlijkheid. Om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Door Christus onze Heer. Want gij gunt uw gelovigen de vreugde. Jaarlijks met een zuiver hart naar het paasfeest toe te gaan. Dit is een tijd van meer toeleg op het bidden, van grotere aandacht voor de liefde tot de naaste. Een tijd van grotere trouw aan de sacramenten waarin wij zijn herboren. Zo groeien wij tot de veelheid, tot de volheid der genade die Gij uw kinderen hebt toegezegd. Daarom met alle engelen, machten en krachten, met alle die staan voor uw troon, loven en bidden wij u en juichen u toe met de woorden: Heilig, 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 de Heer, de God der hemelse macht, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, Hosanna in de hogen, gezegend hij die komt in de naam des Heeren, Hosanna in den hogen. Van in den beginnen brengt hij tot stand wat goed is voor de mens, om hem te heiligen zoals gij heilig zijt. Zie naar uw volk dat hier verzameld is, en zend de kracht van uw Heilige Geest. Maak deze offergave voor ons tot het lichaam en bloed van uw Zoon, uw welbeminde Jezus Christus, in wie ook wij uw kinderen zijn. Toen wij verloren waren en niet in staat u naderbij te komen, hebt gij nog het meest getoond hoezeer ge ons bemint. Uw Zoon, de enige gerechte, heeft zich overgeleefd in onze handen. Hij werd genageld aan een kruis. Daar heeft hij met wijdgestrekte armen het onverwoestbaar teken opgericht van het verbond tussen de hemel en de aarde. Maar vooraleer het alles te volbrengen, heeft hij het paasmaal willen vieren te midden van zijn leerlingen. Aan tafel nam hij het brood, sprak de zegen en het dankgebed. Toen brak hij het en gaf het aan de zijnen, terwijl hij zei: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Aan het einde van dit laatste avondmaal, wel wetend dat hij alles zou verzoenen door zijn bloed op het kruis, nam hij de beker wijn, sprak opnieuw een dankgebed, liet hem rondgaan bij zijn vrienden, terwijl hij zei: Neemt deze beker, drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Terwijl wij Jezus Christus gedenken, ons paaslam en onze uiteindelijke vrede. Terwijl wij zijn dood en opstanding vieren en uitzien naar de gezegende dag waarop hij zal wederkomen om onze vreugde te voltooien, bieden wij u, waarachtige en getrouwe God, het offer aan, waardoor de mensheid in uw vriendschap is hersteld. Al goede Vader,
zie met liefde neer op allen die gij naar u toetrekt. Gij laat hen delen in het ene offer van Christus, dat ze één lichaam worden, gaaf en onverdeeld door de kracht van de Geest. Houd ons allen bijeen in één gemeenschap van geest en hart, samen met onze paus Franciscus en onze bisschop Gerardus en zijn hulpbisschop Robertus. Help ons mee te werken aan de komst van uw koninkrijk, tot de dag komt en het uur waarop wij voor u zullen verschijnen. Geef ons dan een plaats met al uw heiligen in de hemel, aan de zijde van de Maagd Maria en van de apostelen, verenigd ook met onze broeders en zusters, die wij hebben toevertrouwd aan uw barmhartigheid toen zij van ons zijn heen gegaan. Vanaf de vroegte om die nieuwe schepping voorgoed gevrijwaard van de dood, zullen wij in waarheid mogen aanheffen het lied van dank van de verrijzen hier. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Bidden we samen tot God onze Vader de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde, beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want voor u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Leg niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte. Geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heren zij altijd met u. En met uw geest, u met ons verbonden, vrede en alle goed vanuit deze kerk. U aanwezig, geven we elkaar een groet van vrede. Vrede. Vrede van Christus. Vrede van Christus. Vrede van Christus. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie hier het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Thank you.
Christus. Bewaar mij tot eeuwige leven. Amen. Als ik u roep, geeft gij antwoord. God, die mij recht verschaft, gij redt mij uit de verdrukking. Wees mij genadig, Heer, verhoor mijn gebed. Laat ons bidden. Heer, wees in ons werkzaam door deze heilige geheimen. Geef dat we onze aardse begeerten matigen en onze verlangens richten op het hemelse, door Christus onze Heer. Amen. Een goede dag voor u allen. De Heer zij met u. En met u. Moge de almachtige God u zegenen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Wees gegroet, Maria. Vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, die wij in het uur van onze dood. En laten wij heen gaan in vrede. Wij danken God